De verdere uitzending komt vanmiddag bijna geheel vanuit de dierentuin die al een hele tijd bestaat. De dierentuin in Amsterdam, Artis. Ik moet beginnen met Artis Partycentrum, dus het Artis Partycentrum, te bedanken voor de consumpties die aan alle gasten van vanmiddag en aan onze medewerkers werden beschikbaar gesteld. Koffie, thee, enzovoort, enzovoorts. Vanmiddag in de strijdbijl, zo direct om te beginnen, een gesprek met Edgar Hamer. Hij is van de SBS 6 persdienst. SBS 6. En dat gaat over het verdwijnen van de serie Days of Our Lives en over het nieuwe net, Net 5. Daarna Joe Simmons. Joe Simmons is woordvoerder van de voormalige kabeltelevisie Amsterdam, A2000. En vandaag praten we met hem over telefoneren. Telefoneren via de glasvezelkabel. Dan een opleiding. Een opleiding voor mensen met een al dan niet zichtbare arbeidshandicap. Op het gebied van administratie en automatisering. Het telewerkcentrum. We hebben verder wederom de advocaat spreekt met vanmiddag als gast meester T.O. Sohan Zien. Hij is advocaat en procureur. En een gasten, dat is mevrouw Carla. We spreken wederom, twee weken geleden deden we dat ook, over de Vreemdelingenwet in het algemeen en in het bijzonder de Koppelingswet. Nog even ter verduidelijking, op 11 december 1998, dus vorig jaar, is bij wet vastgelegd de invoering van de Koppelingswet. Mensen die voor 11 december geen legale status hadden of die niet in aanvraag of procedure waren, bijvoorbeeld bij de inlichting- en naturalisatiedienst, en na 11 december vorig jaar in Nederland een aanvraag hebben willen indienen, ja, die hebben een groot probleem. Dat kan namelijk niet meer door het MVV-vereiste. Mensen die nu op dit moment in Nederland een legale status willen verwerven en niet in procedure of in aanvraag zitten, kunnen nog één ding doen. Die moeten helaas terug naar het land van herkomst. En in Nederland moet dan door een Nederlandse partner bijvoorbeeld via de Vreemdelingendienst of IND en het ministerie en de ambassade in het buitenland een machtiging voor voorlopig verblijf worden aangevraagd. Het is een hele ingewikkelde procedure. Verder ga ik eens even kijken wat we nog meer te doen hebben vanmiddag. Nou, laat ik allereerst zeggen dat u ook weer tijdens deze uitzending, en dat kan tot ongeveer 7 uur vanavond, kunt reageren. U kunt bellen, u kunt vragen stellen, problemen kunt u ons laten weten. Misschien kunnen we ook u helpen. U belt vanaf dit moment tot vanavond 7 uur in Amsterdam de volgende telefoonnummers. 020 463 2496 of 020 463 8157. Nog eventjes 020 463 2496 of 020 463 8157. U kunt ook faxen, dat kan iedere dag en ook op dit moment. Dus faxen kan 7 dagen per week, 24 uur per dag. Op het volgende faxnummer 020 463 8189. 020 463 8189. De redactie zit klaar. Wij gaan zo direct naar Artis, zoals eerder gezegd. En nog eventjes kijken, want het is allemaal wat chaotisch. We zijn vanmiddag wat eerder begonnen. Dus even op de papieren kijken, want wij moeten niet vergeten de onderwerpen van vanmiddag te vermelden. Nou, ik denk dat we zo'n beetje op dit moment alles gezegd hebben. Bellen nu, vragen stellen, problemen. U heeft onze nummers, misschien ziet u ze nog een keer. Wij gaan over naar Artis voor ons eerste gesprek met Edgar Hamer van de SBS 6 persdienst. Onze eerste gast vanmiddag is de heer Edgar Hamer van SBS Televisie namens de persdienst. Goedemiddag meneer Hamer. Goeiedag en ook goeiedag aan alle kijkers. We hebben u allereerst gevraagd, we hebben nogal veel vragen gehad bij dit programma De Strijdbijl over het verdwijnen van het bekende televisieprogramma, de soapserie The Days of Our Lives. Die is uitgezonden tot en met Oudjaarsdag 31 december van het afgelopen jaar 1998. Die serie is weg. De concurrentie, RTL, zendt nog steeds de Bolt uit, de Bolt and the Beautiful. En jullie opeens niet meer de Days of Our Life. Wat is hier de reden van? Nou ja, laat ik allereerst zeggen dat wij met echt spijt in ons hart een aantal trouwe kijkers naar Days of Our Lives in de kou hebben moeten zetten. Wij hadden die serie gekocht 3 jaar geleden van een Amerikaanse productiemaatschappij. Met de afspraak dat we hem 3 jaar konden uitzenden en dan naar een verlenging van het contract konden gaan kijken. We hebben het afgelopen half jaar diverse malen met de productiemaatschappij uit Amerika gesproken. Maar zij waren niet bereid om Days of Our Lives weer te verkopen aan ons voor een
ongeveer gelijk bedrag als wij 3 jaar geleden betaalden. Dat het programma duurder wordt in de tijd, dat is logisch. Maar niet dat het zeg maar ongeveer 2 keer zo duur wordt. Ja, dan houdt het op een gegeven moment ook voor een commerciële omroep helaas op. Die serie bestaat in Amerika al heel lang. Ik geloof iets van ruim 30 jaar. SBS heeft hem 3 jaar uitgezonden, hè, als ik het goed heb begrepen. Ja, klopt. Vanaf 1995. En hij loopt in Amerika inderdaad rond een jaar of 33 nu. 33 zelfs. Zeg, wat zouden kijkers die nu naar dit programma De Strijdbijl zitten te kijken kunnen doen? Kijk, SBS, het is niet de schuld van SBS. Het is eigenlijk een financiële kwestie tussen de productiemaatschappij en de commerciële zendgemachtigde SBS 6 in dit geval. Maar mensen die willen deze serie. Kijk, ik begrijp best dat jullie als SBS niet meer kunnen betalen. Althans, ja, misschien 2 keer zoveel dan wat de productiemaatschappij vraagt. Als we nou eens de publieke opinie mobiliseren. Mensen willen deze serie terug. Wat zouden die mensen dan kunnen doen? Kunnen ze bijvoorbeeld, weet ik wat, een brief of een fax sturen en waar jullie iets mee zouden kunnen doen? Want die serie moet gewoon terug. Ja, nou dan moet ik even in het kort iets uitleggen over hoe je zo'n programma aankoopt. Want daar zit een heel traject achter. Het is als volgt dat je vaak met zo'n productiemaatschappij praat. Niet alleen over een soapserie, maar ook over vaak een speelfilmpakket en andere series die je moet kopen. En daarom wordt het op een gegeven moment ook zo onbetaalbaar, zal ik maar zeggen. Omdat je er een heleboel dingen bij moet kopen, wil je zo'n soapserie kunnen krijgen. Mensen zouden uiteraard een fax kunnen sturen. Het enige probleem is namelijk dat ze die dan waarschijnlijk naar de Amerikaanse producent moeten sturen. Nou, misschien kunnen wij straks ondertitelen met uw medewerking wat het faxnummer is. Laat ze maar faxen naar Amerika bijvoorbeeld. En liefst in het Engels natuurlijk dan. En dat kunnen we ondertitelen, dat is geen probleem. Maar dat is mogelijk. Dat zou kunnen. Ik wil niet alle hoop gelijk de grond inboren, maar zo'n productiemaatschappij die zegt natuurlijk ook van ja, wij hebben dit bedrag in ons hoofd en wij wachten maar net zo lang totdat een andere omroep in Nederland het koopt. Nou, ik weet inmiddels dat er in Nederland nog geen andere omroep is die het programma heeft aangekocht. En ik kan de reden raden en dat is waarschijnlijk gewoon ook omdat het voor hen te duur zal zijn. Ik acht de kans eerlijk gezegd wel redelijk klein. Ja, maar met z'n allen, de kijkers, misschien van SBS, maar zeker van Mister, van dit programma De Strijdbijl, met elkaar in actie en gewoon zeggen, productiemaatschappij voor hetzelfde geld, terug deze serie naar SBS in Amsterdam, in Nederland, want mensen willen dit. Wat willen jullie nu eigenlijk in Amerika? Dit is een serie die mensen interesseert, terug met je serie. Dan moeten toch mogelijkheden zijn, want publieke opinie, ja, Amerikanen zijn misschien een beetje anders dan Nederlanders. Niet zo nuchter denkend en zo helder denkend. Er moet toch een mogelijkheid zijn. Dit is toch te gek. Dit is toch van de zotte eigenlijk. Het is altijd zo. Niet geschoten is altijd mis. Dus ik denk inderdaad dat als mensen het zouden gaan faxen naar de productiemaatschappij. Ja, je weet het maar nooit. Doen dus. Nou, wat wij gaan doen is aan het einde van deze uitzending, van de loop van de uitzending, even het faxnummer. Dat krijgen we van meneer Hamer. Die gaat zo direct terug naar de SBS-studio. Wij gaan zo direct verder met onze uitzending hier vanuit Artis. Even laten zien, dat faxnummer. Doe het gewoon, mensen. Anders doe het via De Strijdbijl. Dan geven wij de hele reactiegegevens, het hele pakket van reacties. U kunt ons ook faxen. Dat nummer krijgt u nog een keer te zien. Dat is Amsterdam 463-2496. En dan gaan wij het wel regelen met SBS, met meneer Edgar Hamer en de mensen van SBS, om dat door te faxen. Misschien in de loop van de uitzending even het faxnummer van de productiemaatschappij in Amerika, want Days of Our Lives zal moeten terugkeren. Dat is een populaire serie geweest. Het bracht voor SBS veel kijkcijfers en mensen willen dit. En televisie wordt gemaakt voor mensen. Niet omdat bepaalde mensen heel veel geld willen verdienen. Meneer Hamer, ik heb nog een andere vraag. Hè? Ja. Jullie beginnen binnenkort, althans SBS, de grote moederorganisatie in Scandinavië, met een nieuwe zender. Dat is vanaf wanneer? Wij starten vanaf 1 maart met Net 5, een nieuwe zender. Met een nieuw geluid, hoop ik. In de vooravond met name gericht op de jeugd. Jeugdige programma's als de A-Team, Married with Children. De oudere series? Die komen daar in ieder geval op. En op de avond, laat op de avond, maar zeg maar vanaf 8:30... zijn wij van plan om grootse dramaseries te gaan brengen. Die we hebben gekocht in Engeland van de BBC. We gaan grote speelfilms brengen. En daarnaast komt er veel aandacht voor Nederlandse programma's. We hebben Max Pam, de tafel van Pam, gekocht. We hebben een afspraak gemaakt met Bernie Bos, die net omroepman van het jaar is geworden, om een jeugdserie te gaan maken. En er komt elke avond horizontaal een actualiteitenprogramma, wat gaat heten Morgen gebeurt het. Dus dat vanaf 1 maart. En wat is Morgen gebeurd? Is het iets identieks aan het huidige Hart van Nederland op SBS6? Nee, sterk, het zal er heel veel van verschillen. Morgen gebeurt het, zou misschien een afgeleide genoemd kunnen worden van Met het oog op morgen.
waarin je zowel terugkijkt op de actualiteiten van de afgelopen dag, maar ook alvast vooruitblikt naar de actualiteiten die de komende dag te verwachten zijn en eraan staan te komen. Krantenoverzicht bijvoorbeeld zou misschien heel goed kunnen. Dat is een directe uitzending. Dat is een directe uitzending, ja. En even voor de kijkers nu op dit moment op in het centgebied van A2000, wordt het ook via het kabelkanaal van A2000 dus op een frequentie uitgezonden voor al onze kijkers in het centgebied van A2000, of is dat nog niet helemaal duidelijk? Het is nog niet helemaal duidelijk, moet ik u zeggen, maar we hebben wel hele goede hoop. We hebben goede gesprekken met A2000 over doorgifte vanaf 1 maart. En nou, het moet gek lopen als het niet zo is, maar nogmaals, de onderhandelingen zijn nog niet helemaal afgehandeld. Die zender Net 5 die komt dus in de lucht vanaf 1 maart, vanaf 6 uur 's avonds? Nee, ik denk wel iets eerder. Ik denk eigenlijk vanaf een uur of 4 's middags al. Tot? Tot een uur of 1 's nachts, denk ik. En dan zullen we uiteraard ook iets op de dag gaan brengen. Alleen daar zijn we nu nog over aan het nadenken. Misschien wordt dat wel een nieuwscarousel. Misschien gaan we daar wat andere programma's brengen. Dat zijn we nog aan het ontwikkelen op dit moment. Dus SBS gaat naast de huidige SBS 6 Net 5 brengen. Zijn er nog plannen in de nabije toekomst om nog groter te groeien? Om de Holland Productiemaatschappij, geloof ik, HML, te overtreffen. Om nog meer zenders de lucht in te brengen. En radio, gaat SBS zoiets doen? Nou, meer televisiezenders zou denk ik op dit moment lastig zijn om die in de markt te zetten. Want Nederland is al heel rijk aan tv-zenders. Hè. We hebben ongeveer 10 nationale zenders zo langzamerhand. Waar we wel over nadenken is om op lange termijn misschien eens te gaan kijken naar radio. En wij praten momenteel met de NOS over het vrijgeven van de omroepgegevens. Uiteraard tegen een redelijk tarief. Zodat we eventueel met een eigen gids kunnen gaan komen. Maar nogmaals, dat zijn meer plannen die zich uit moeten kristalliseren dan dat we ze kunnen zeggen van nou, volgende week starten we. Want zover is het nog lang niet. Ja, maar er zijn allerlei discussies over, ook met een krant als de Telegraaf, dat soort dingen. Nou, Veronica, vroeger nog van het Zendschip Radio, Veronica, die hebben nog steeds hun eigen gids. Maar SBS heeft plannen, maar nog niet concreet. Nee, dat klopt. En wij denken dat wij wel een goede kans maken om een eigen gids te mogen uitgeven. Omdat Veronica, wat ook een commerciële omroep is in Nederland, ook die gegevens krijgt van de NOS. En eerlijk gezegd zou je mogen verwachten in Nederland dat je op een eerlijke manier mag concurreren. En daar zijn allerlei overheidsinstanties ook voor die dat controleren. Dus vandaar dat wij ook wel verwachten dat we tot een akkoord kunnen komen op enige termijn met de NOS. Ik heb nog even tot besluit een andere korte vraag. Er wordt bij ons wel eens gevraagd bij het programma De Strijdbijl van mensen. Ja, hoe kan ik radio-televisiepresentator worden? Hoe zou ze dat kunnen doen? Heeft SBS mensen nodig ook voor het nieuwe Net 5? Misschien De Strijdbijl, wie weet. Of andere programma's? Nou ja, het beste is altijd beginnen bij een lokale omroep, zou ik zeggen. Want daar leer je echt de kneepjes van het vak. Probeer dan iets verder te komen richting regionale omroep. Of stuur gewoon een bandje inderdaad naar de omroepen in Nederland. Want men is vaak wel op zoek naar jong talent. Men is vaak op zoek naar goede stemmen. Een televisiestation heeft ook al een stem nodig. Ja, voor radio kan ik niet echt spreken, omdat ik natuurlijk nog geen radiostation bij SBS heb. Gewoon doorgaan en flink in jezelf geloven. En inderdaad maar blijven aanschrijven. Tot besluit. Nou, over deze Vouwen Live komen we later nog even terug. Misschien dat we tijdens deze uitzending nog het faxnummer in Amerika krijgen. Heeft u nog iets te vertellen tegen de kijkers van dit programma, De Strijdbijl, hier vanuit Artis? Nou, ik wil heel graag nog even zeggen tegen al die kijkers die Days of Lives missen, dat wij het eigenlijk net zoals jullie net zo hard missen. Wij hadden graag verder gewild met die serie. Het is ons helaas niet gegeven, omdat je ook op een gegeven moment wel een keuze moet maken in het geld wat je te besteden hebt. Je kunt immers maar 1 keer uitgeven. Maar wij blijven uiteraard bij de maatschappij in Amerika ook aandringen op gesprekken en op het voortzetten van de onderhandelingen. Dus alle hoop is nog niet verloren, maar ik zou zeggen, ja, de tijd moet het leren. Meneer Edgar Hamer, hartelijk bedankt voor deze duidelijke toelichting voor onze kijkers. Heel graag gedaan.